Hey, mateke. Koningin, hè? Ik vind dat hij schaken deze corona wel echt eruit is gegaan, als ik mag zeggen. Och, jongen. Och, ja. Jongen. Denk dat je zo weer mijn koningin hebt gepakt. Ja, ja. Tuurlijk zeg ik gewoon een maat. Schaak met. Wat heb jij nog te zeggen? Hij is verloren. Oh, jongen. Echt waar. Willen we nog eens met de speedpedal gaan rijden? Jongen, vorige week. Vorige week hebben we 2 keer gaan proberen. Yeah. Allee, deze week nog. Ja. Elke keer met goed weer, zoals nu. En dan met die speedpedal buiten. Ja. En binnen de kortste keer nog tegen het. Mij hebben meer gezien, binnen, hoor. We testen hier wel eens. Allee, goed. Lockdown, hè, joh. Het is lockdown, hè. Ken jij nog een goeie mop? Ah, wel, hè. Er was eens een pyromaan en een geit en die stapte bij een hoer binnen. Zei die hoer tegen die pyromaan, zeg, joh, waar kom jij hier met die geit doen? Oh, zei die pyromaan, dat is geen gewoon geit, hè. Dat is eigenlijk een geit die kan vragen. Nou, dat geloof ik niet, hè. Maar jawel, zei die geit. Ik kan praten. Zeg die hoer, allee, zeg dat niet ziek. Ja, dat zeg ik niet. Ik zeg zus, ik kan praten. En jij zegt dat ook. Ja, wat je zegt, hè. Zeg die hoer, ja. Maar, dat heb ik. Oh, ik zou het vergeten. Wat eindigt in elk geval met de woorden: wat moet dat hier kosten? Lockdown tijd. Hier, mijn bevallige assistent, die houdt mijn gezelschap. Hier aan de koffietafel. Helaas. Een lekkere koffie trouwens. Nog steeds. Helaas drinkt ze geen koffie en haar uitleg, ben is ook wel benieuwd. Maar ze kan wel weemoedig kijken en dat is toch wel een voordeel. Ze is een beetje kwaad op mij. Weet je waarom? Omdat ik gevraagd heb, wat moet dat hier kosten? Zot veel fans, hè?